Leon de Leijen. Ja, Leon de Leijen, ja, daar is hij dan. Ik moest even kijken. Hoe is het, Leon? Nou, mijn lijn is goed. Ik sta wel een tijdje te denken van, wat moet ik hier? Ik sta hier namelijk niet om een politiek statement te maken. Ik sta hier ook niet om promotie verhaal te houden dat het gebruik van hash of wiet of alcohol of wat dan ook erg goed is. Ik sta hier omdat de verslavingszorg zich ernstige zorgen maakt over de wietpas. En niet alleen over de wietpas, eigenlijk over de hele war on drugs en het hele coffeeshopbeleid. Want er is hier nog geen woord over gevallen, maar ook natuurlijk het afstandscriterium tot scholen is een volstrekt belachelijke maatregel. Die duidelijk aangeeft dat Ivo Opstelten, in de rug gedekt door de CDA, vanwege moraal-ethische motieven probeert het geroemde cannabisbeleid, softdrugsbeleid in Nederland de nek om te draaien. En dat moet gestopt worden, vindt de verslavingszorg. Dat vindt de verslavingszorg in Brabant. Maar dat vindt eigenlijk de verslavingszorg in heel Nederland. Dus daarom sta ik hier. Helemaal goed, helemaal goed. Dan geven we een waanzinnig applaus. Wat merk je op dit moment dan een toename? Ik merk die toename, die maatregel heeft totaal geen enkel effect op, tenminste tot nu toe, op het aantal gebruikers. Wel duidelijk is dat een repressief beleid niet altijd betekent dat er minder gebruikers zijn. Als we kijken naar cijfers uit het buitenland, dan kunnen we simpelweg vaststellen dat in Frankrijk ongeveer 38% van de jongeren wiet roken en in Nederland ligt het ongeveer op 19%. En dit is dus een volstrekt belachelijke maatregel. En welke politieke partij er ook aan de macht komt straks. Ik kan me niet voorstellen dat die wietpas per 1 januari de grens overgaat. En eigenlijk, ondanks, het is natuurlijk vandaag wel een beetje feest. Hè, want Jan Terlouw heeft zijn zegje gedaan over de wietpas. En Gerard Sprong heeft een duit in het zakje gedaan. Maar vooral belangrijk is natuurlijk dat Onno Hoes, dat er in eigen gelederen nu een beetje gemolken wordt aan de wietpas. En dat wordt hoog tijd, dus ik denk dat men toch nog bij zinnen komt, welk kabinet er ook komt. Nou, we gaan het hopen natuurlijk. Ja, heb je daar nog iets aan toe te voegen, wat je belangrijk vindt? Ik heb daar verder niet zoveel aan toe te voegen. Ik heb hier nog wel, je had nog een vraag over het verschil tussen wiet en alcohol, etcetera. Daar gaat het niet om, het gaat erom hoe iemand ermee omgaat. En als iemand in een coffeeshop een blootje kan roken en daar kwalitatief hoogwaardige wiet kan kopen, zonder pesticiden, dan is iedereen daarbij gebaat. En als je dus